Hoi en welkom bij weer een nieuwe kennisclip Radiologie. Vandaag gaan we het hebben over het CT-abdomen en coloncarcinoom en hoe die twee zich tot elkaar verhouden en hoe we het coloncarcinoom kunnen beoordelen op dit onderzoek. Dat is een goede aanvulling op het eerdere filmpje over CT-abdomen in het algemeen en sommige van de polykliniek sessies. Afhankelijk van hoe goed je zit in de theorie over CT-abdomen en het coloncarcinoom, kan je hier naast mij enkele QR-codes vinden om een entree dan wel een exit toets te doen. En hieronder in de comments zie je ook de directe link. Dus doe dat vooral om te weten waar je staat. Wat gaan we vandaag doen? We gaan kijken allereerst welk onderzoek we wanneer doen. Wanneer iemand een colontumor heeft of wordt verdacht voor een colontumor. Dan gaan we kijken hoe we een CT-abdomen moeten beoordelen met die specifieke vraagstelling. En dat doen we allemaal aan de hand van een aantal casus. En daarbij is eerst de vraag, hoe sporen we colontumoren eigenlijk op? Nou, dat kan eigenlijk grofweg op twee manieren. Eentje door middel van screening. Dus mensen zonder klachten worden gevraagd om mee te doen aan een bevolkingsonderzoek. En daar kan een bepaalde uitslag uitkomen, waardoor we extra onderzoek moeten doen om een coloncarcinoom vast te stellen. En vaak is dan het eerste onderzoek van keuze 1, colonoscopie. Niet alleen kunnen we dan goed kijken naar de aanwezigheid of de afwezigheid van een colontumor, maar als we ook een verdacht plekje zien, kunnen we eigenlijk gelijk een biop nemen. Dus twee vliegen in één klap. Het kan soms zo zijn dat die colonoscopie niet geheel mogelijk is. Bijvoorbeeld, er zit een darmtumor waar je niet doorheen kan, waardoor je dus niet het hele colon kan zien, want mensen kunnen ook meerdere colontumoren hebben. Het kan ook zijn dat het onderzoek überhaupt niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een structuur ten gevolge van eerdere ontstekingen, zoals bijvoorbeeld bij diverticulitis. In die verschillende scenario's biedt de CT-colonografie uitkomst. Dus dat is niet een CT-abdomen, maar net iets ander CT-onderzoek waarbij we met lucht de darm eigenlijk opblazen en daarmee proberen polypen, dan wel tumoren, op te sporen. Het kan ook zijn dat iemand met bepaalde symptomen of klachten die verdacht zijn voor een coloncarcinoom bij de dokter komen. En dan is het een beetje afhankelijk van hoe verdacht je het vindt op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek en bepaalde klachten, welk onderzoek je dan als eerste doet. Uiteindelijk zal je bijna altijd wel een colonoscopie gaan doen, ook weer omdat je dan een biopt kan nemen van een bepaalde massa. Maar als dat niet mogelijk is, kan je ook eerst kiezen voor een CT-colonografie. Het kan ook zijn dat de symptomen nog een beetje vaag zijn en niet heel erg direct sturend gaan richting een coloncarcinoom. En bij vage klachten van acute buikpijn zal je wellicht eerst een echo-abdomen doen en daarna een CT-abdomen. Uiteindelijk kan natuurlijk uit al die onderzoeken dan de diagnose coloncarcinoom komen. En als dan die diagnose er is, dan is de vraag wat natuurlijk het volgende onderzoek is. En voor stadiëren van een coloncarcinoom gaan we dan weer terug naar de CT. En dan doen we vaak een CT-thorax-abdomen, omdat met name dat metastaseert naar de lever in eerste instantie en daarna naar de longen. Je hoeft dus geen PET-CT te doen, dat zit niet in de disseminatie van een colontumor. Nog een kleine side note, tumoren die zich meer distaal in het colon bevinden, dus rectum of anus, die zullen ook nog een MRI krijgen, omdat die uitermate geschikt is voor de lokale stadiëring van de tumor. Maar dat geldt dus niet voor colon ascendens of descendens tumoren. We gaan het nu hebben over het CT-abdomen in de setting van een coloncarcinoom. En dan moet je je afvragen wat voor een soort CT-abdomen je wil gaan maken. De eerste vraag is, gaan we contrast geven, ja of nee? En wat voor soort contrast? Nou, als jullie het vorige filmpje hebben gezien, dan kunnen jullie al voorstellen dat we in ieder geval intraveneus contrast moeten geven en dat we gaan scannen in de portoveneuze fase. Niet alleen kleurt dan waarschijnlijk de tumor focaal goed aan, ook moeten we goed kunnen kijken naar de lever voor de eventuele aanwezigheid van metastase die als hypodense massa's zichtbaar zullen zijn. Dan is de vraag of je nog oraal contrastmiddel moet geven. Dat was vroeger standaard en nu in specifieke vraagstellingen zoals bijvoorbeeld absces of peritoneale deposities. Dus in sommige ziekenhuizen zal dat bij deze vraagstelling nog wel worden gedaan. Maar wat veel vaker wordt gedaan tegenwoordig is dat mensen gewoon water krijgen om eigenlijk gewoon een distensie van de darm te geven en niet zozeer het extra contrastmiddel. Dan moet je je nog afvragen in welke setting ga ik het nou bekijken. Natuurlijk kan je dat achteraf op de computer allemaal nog aanpassen. Maar over het algemeen wordt in de wekendelen setting bekeken. Want we moeten natuurlijk het verschil zien tussen gewone darmwand, tumor en vetweefsel eromheen. En wel of niet vetinfiltratie. Oké, dan weten we nu welke onderzoeken je bij welke setting het eerste worden gedaan. Op zich is colonoscopie met dus een biopt de gouden standaard voor de lokale situatie van het coloncarcinoom. En doen we een CT-thorax-abdomen voor disseminatie. Maar het kan ook zijn dat patiënten via een andere route bij het colontumor uitkomen, namelijk met vage klachten die misschien niet heel specifiek naar een colontumor toe gaan, wordt een echo-abdomen gemaakt, wordt een massa gezien en er wordt daarna een colonoscopie of CT-colonografie of een CT-abdomen gemaakt. Dat zijn dus wat variërende routes.
Dan is de vraag hoe we het CT-abdomen gaan beoordelen met vraagstelling coloncarcinoom. Daarvoor verwijs ik jullie graag naar een van de polykliniek sessies over het CT-abdomen. Daarin staat hoe je systematisch eigenlijk elk orgaansysteem af kan lopen. En daarin wordt er onder andere ook verteld hoe het altijd een goed idee is om het colon af te lopen. En dat kan je vanaf distaal richting proximaal iliacercaal regio doen of juist andersom. En zo kan je systematisch het hele colon afspeuren. Dat betekent heel veel heen en weer scrollen, want het colon loopt natuurlijk niet in een rechte lijn, maar die loopt vaak gekronkeld door je 2D-plaatjes. Laten we eens gaan kijken. Dus dit is de eerste patiënt. En hier is de opdracht, we gaan het colon vervolgen vanaf distaal naar proximaal. Dus vanaf het anale kanaal richting de iliacercaalhoek. Nou, zetten we de scanner aan, gaan we helemaal naar distaal. Dus hier, dit is het meest distale uiteinde van het colon. En vanaf daar scrollen we dan naar boven. Vervolgen we het colon, die zien we hier vervolgens lopen. Misschien een paar kleine divertikels, vooralsnog niks aan de hand. Ga je steeds verder naar boven, hier zien we nog steeds het colon met zijn haustraties. Gaan we verder naar boven en verder naar boven. Hier zit er wat lucht in, hier is het colon een klein beetje samengevallen, maar niet verdikt. En dan gaan we nog verder naar boven. Komen we uiteindelijk, hier is nog steeds het colon. Komen we steeds meer in de regio van de mild. Hier is hij weer een beetje samengevallen. En hier mild, dit is het colon, dit is zo ongeveer de flexura lianalis. Scrollen we nog een stukje verder, komt hij hier samen met deze luchtconfiguratie. Dus dit is ook colon, dan moeten we weer een beetje naar beneden scrollen. Zitten we hier inmiddels colon transversum. Uiteindelijk moeten we hier uitzien te komen. Scrollen we verder, volg maar gewoon die luchtconfiguratie, dat is het makkelijkste. Hier is hij weer samen, scrollen we weer een beetje naar boven. Dan komen we hier bij de flexura hepatica. Zitten we inmiddels hier in het colon ascendens met een beetje ontlasting hier. Dan gaan we weer verder naar beneden. En uiteindelijk zijn we bij deze patiënt hier in de iliosacraal regio. Dus zo loop je het hele colon af. Veel heen en weer scrollen. En zo probeer je eigenlijk het hele colon van distaal naar proximaal te vervolgen. En als dat niet lukt, doe je het andersom. En bij deze patiënt was er niks aan de hand. Door naar de volgende patiënt. Dus we gaan weer helemaal naar distaal. Hier is een stukje van het rectum. Daarvoor liggen allemaal dunne darmlissen. Dus kijk weer goed naar dit rectum hier. Dan moeten we hier even kijken hoe dit precies verloopt. Daar gaat hij. Dan ligt hij een beetje gekrinkeld hier achterin het kleine bekken. En uiteindelijk scrollen we die kant op. Hier loopt hij dus links paramediaan naar boven. Ik weer even kwijt. Hier is dus het colon. Helemaal samengevallen. Dan gaan we verder naar boven, naar boven, naar boven. Dit is nog steeds hier colon. En dan komen we hier langs het colon, dus dit is al de flexura lianalis, want we hebben daar een mild te pakken. En dan wordt het hier een beetje lastig, waar die nou precies nou loopt, want we komen hier eigenlijk in een soort van kluwe darmlissen, waar het best moeilijk is om te zien waar die precies loopt. Zoals ik al zei, dan kan je ook naar de iliocercaal regio en dan vanaf daar met de stroom mee. Dus dan zoeken we die eventjes op. Nou, dat is natuurlijk in de rechte onderbuik en we zien al gelijk het cecum is hier fors verwijd en hier komt de terminale ilium in uit. Dus laten we die eens vervolgen, dat zou makkelijker moeten gaan. Hier is het cecum, even naar beneden scrollen, dus hier is het blind eindigende cecum. Gaan we naar boven toe, naar boven naar craniaal en dan hier maakt hij een omslag hier naar meer ventraal. Hier zit veel lucht in het cecum, nog steeds fors verwijd. Zitten we hier in het colon transversum, gaan we nog verder naar distaal en dan zien we dat deze verwijde darmlis op een gegeven moment overgaat in dit gebied hier. Eigenlijk meer solide weefsel. Er staat hier een spiegel met vocht die hier niet verder kan. Nou, dan is het soms handig om het in een ander vlak te bekijken. Dit is precies hetzelfde. Dus we zien hier colon transversum. Die vastloopt hier op een massa. Dit is een patiënt met een coloncarcinoom. En we zien dus dat het vanaf distaal best moeilijk te vervolgen was. Maar vanaf proximaal, vanaf de verwijde darmlissen ten gevolge van deze obstructie, is het soms veel makkelijker om de tumor te vinden. Gaan we naar de tweede patiënt. Hier zitten we in het rectum. Dan gaan we langzaam naar boven. Het laatste stukje dikke darm is bij deze patiënt wat meer opgezet dan bij de vorige patiënt. Ook weer veel divertikels. Dus dit is allemaal colon. Het zich moeit. En hier colon descendens. Veel divertikels. Gaan we naar boven, naar boven, naar boven, naar boven. Hier nog steeds colon. Verder naar boven. Zitten we hier zo'n beetje bij de fluxura lianalis. Dan komen we hier in deze luchtconfiguratie. Dat is het colon transversum. En dan vervolgen we die. Die zit inmiddels hier. Steken we langzaam over naar de contralaterale zijde. Zitten we hier nog steeds in het colon transversum. Scrollen we nog een stukje door. Komen we hier bij de flexura hepatica. Hier wordt de darmwand in ieder geval dikker dan wat het tot nu toe geweest is. Soms is het makkelijk om gewoon eventjes door te scrollen. Kijken wat er gebeurt. Komen we hier in het cecum uit. En daar zien we wat meer vocht erin zitten. Dus dat is sowieso wat meer gedilateerd dan meer naar distaal. En dit is dan de iliocercaalhoek.
gaan we vanaf hier weer terug naar proximaal. Dan zien we al gelijk dat die darmwand dus wat dikker wordt. Helemaal tot hier zo. En hier is dus ook een soort van kalibersprong. Kijk hoe dat er dan coronaal uitziet. Zien we eigenlijk hetzelfde. Dus hier gedistendeerde darm. En die loopt hier vast op deze massa. Het is eigenlijk meer een soort circulaire verdikking van de darmwand. Dit is ook weer een coloncarcinoom, zoals we hier kunnen zien. Als een colontumor is aangetoond, willen we natuurlijk ook weten hoe het zit met de regio daaromheen. Zijn er bijvoorbeeld lokale lymfekliermetastase? En is de tumor nog meer naar distaal gemetastaseerd? Bijvoorbeeld naar de lever en in latere instantie naar de longen. Dit is de patiënt met een tumor in het distale colon transversum. Scrollen we daar even naartoe. Dit was overgang van gedilateerde darm naar circulair verdikte darmwand ten gevolge van een coloncarcinoom. En dan kan je in deze regio kijken. En dan zie je allereerst dat ten eerste het vet een klein beetje geïnfiltreerd is. Dus wat mesenteriale infiltratie. En daarbij zien we dat aan de ventrale zijde er ook lokaal wat kleine lymfekliertjes zitten. Dan wel dat een klein beetje vaatstuwing is. Stap 2 is om te kijken naar de lever voor de eventuele aanwezigheid van levermetastase. Dus we scrollen naar boven. Hier zien we waarom we nou een portofeneuze fase hebben gescand. Omdat het leverparenchym nu mooi homogeen aankleurt. En dan gaan we zoeken naar hypodensiteiten. Omdat colonmetastase er meestal zo uitzien. Zoals deze bijvoorbeeld zou je zeggen. Deze vrij scherp begrensd is, een vrij hypodens, een beetje te hypodens voor een levermetastase. Dus zou ook heel goed nog een kieste kunnen betreffen. Die hier meer anterieur wordt alweer wat lastiger, want die kan qua densiteit best bij een metastase passen. Maar ook hier heb je focale perfusiedefecten. Zo moet je dus de hele lever aflopen om te kijken of al deze hypodensiteiten nou meer ten faveure zijn van een levermetastase of een eventuele andere entiteit. Gaan we naar de tweede patiënt die een tumor had, de overgang cecum naar colon ascendens, vlakbij de lever. We zien nu eigenlijk al op het coronale plaatje dat er wat hypodense plekjes zitten in de lever. Maar laten we beginnen met de loco-regionale situatie. Dus even kijken, hier zit de colontumor, hier rechts in de buik. Gaan we goed kijken naar het mesenterium wat daar vlak naast ligt. En dan zie je ook dat hier wat infiltratie zit van het mesenterium. En dat dit hier een heel goed loco-regionale lymfeklier kan zijn die wat verdikt is. En hier zie je er bijvoorbeeld nog een. Dus het lijkt aannemelijk dat in het mesenterium van colon ascendens hier lymfekliermetastase zijn. Scrollen we door naar de lever. We zeiden net al, er zitten heel veel hypodensiteiten in. En dat zien we hier eigenlijk ook. Ze zijn ook allemaal wat onscherp begrensd. Overigens is dit een mild verademde scan. Maar je ziet een lever vol met hypodensiteiten die zich allemaal een beetje hetzelfde gedragen. Dit is zeer verdacht voor levermetastase. Daarbij scrollen we natuurlijk dan ook nog door de long, maar dat is bij deze scan toevallig niet gedaan om de disseminatie compleet te maken, om te kijken naar longmetastase. Oké, dus nu weten we hoe we op een CT-abdomen coloncarcinoom moeten beoordelen. Allereerst is het zoeken naar, en dat kan je het beste doen met colon te vervolgen vanaf distaal naar proximaal of andersom. Je kan ook op zoek gaan naar gedilateerde darmlis en kijken waar dan de kalibersprong zich bevindt. En daar moet je dan een circulaire darmwandverdikking zien. Zo ziet een colontumor er meestal uit. Vervolgens ga je kijken naar de perifocale situatie, kijken of er lymfekliermetastase zijn of vetinfiltratie. En daarna kijk je naar de lever om te kijken of er levermetastase zijn. Dan zie je hiernaast nog de QR-codes om de entree-toets, dan wel de exit-toets nog een keer te maken om te kijken of je dit allemaal goed begrepen had. En dan kan je daarna het filmpje altijd nog een keer kijken als je denkt, ik heb het nog niet helemaal in de smiezen. Hoe het ook zij, veel succes met de rest van jullie boodschappen. Tot ziens!